niet zo hard te praten. Nee, snap ik. Maar we zijn op het vliegveld, jongens. We zijn op Düsseldorf. Om dan naar Amsterdam te vliegen en dan naar LA. Super logisch. Ik dacht ik film weer eens een keer. Hartstikke gezellig. Ik zie er echt een beetje moe uit. Maar koffie in stond er namelijk om 3 uur op. Was best vroeg. En toen ging het net bijna mis. Want blijkbaar moet je nog een QR-code hier hebben in Duitsland. Ze lopen echt achter hier. We moesten nog hals over kop die app downloaden. Inloggen met DigiD. Ik had stress. Ik heb Joey gebeld. Niet dat Joey iets kan doen, maar ik had stress. Thijs niet, hè? Wil nog allemaal niet. Nee, geintje. Nee, maar wij gaan zo het eerste vluchtje pakken. Leuk man. Zo schattig, zo 2 en 2. Op de ramen. Ons ontbijt. Lekker man. Lattertje. Wakker blijven. Ja, met deze gewoon een beetje zo. Nou, we zitten. Extra beenruimte. Kijk dit dan. En hier zit ergens je schermpje in. Tafeltje. Ik zit vlak bij de wc, heerlijk dit. En Thijs is gewoon legaal dit land ingekomen. Het is een wonder. Sorry. In Instagram. En ze zeiden dat je eigenlijk met dat... Nou, we zijn er. Wat doe je als eerste in Amerika? Eten! Eten! Lekker ja. Wow. Maar dit kan nooit iemand in zijn eentje opeten. Dat kan ook niet. Je bent very nice. Ja! Holland! Dat is echt cool. Ja. Yeah. Ik zoek het, Thijs. Zoveel keuze. En dit is nog een kleinere supermarkt. Het is niet eens een Target. Zo, lekker jongens. Heerlijk. Denk ik, hoop ik. Waar zijn mijn Oreo'tjes? Ja, ja, ja. Dat is mijn ding, joh. Goedemorgen allemaal, het is maandag. Gisteren heb ik echt zo halve shots gefilmd. We waren zo moe. Ik heb de avond niet meer meegekregen. We waren echt heel moe. We hadden gewoon zo weinig geslapen. Maar we hebben nu heerlijk geslapen in dit bed. We zitten op de kamer van Nadia. Dat is de dochter van Joey. En koffertjes en dingetjes. Ik heb net al ontbijt gehad. Want we hebben gisteren in de supermarkt al even yoghurt gehaald. En melk. Gewoon Hollandse melk. Heerlijk. En ik laat even zien. Thijs en ik zitten nou weer heerlijk achter de computer. De vlog. Joey! Morning, Chewie! Hij zegt, oh. Ja! Ja! Oh my God. Hi! Had ik Thijs niet verteld, maar we gaan dus ook sporten op deze vakantie. We gaan hiken. Ja, jij sport juist het meest van ons. Ik sport eigenlijk bijna niet. Maar we kunnen nat worden, dus ik heb... Ja. Schoenen van Monica aan, want ik wil mijn eigen schoenen niet nat maken. Dus ik... Ja, ik zie er echt fantastisch uit zo. Geweldig. Maar het is wel mooi al. Oh. Ja, we lopen zo zeg maar. Het loopt niet echt heel soepel elke keer. Ik ben blij dat ik die schoenen van Monica aan heb. Ik heb al natte sokken en schoenen, maar nou wordt het echt erg. Dat ga je niet droog redden, denk ik. Nou, hier deden we het voor. Met natte schoenen. Even drinken, ijskoffie. En Thijs krijgt weer eten, hè. Oh, heerlijk, jongen. We gaan shoppen. Zo, in een heel groot winkelcentrum. Oh ja, ik loop weer achter, sorry. Zij gaan daar zitten. We are gonna shop. Woo! Thijs fell asleep.
Nou, dat was winkel 1. Ik heb al gelijk wat leuks gekocht. En we gaan door naar winkel 2. Kijk nog, grote Pikachu. Oh. Oh. $350. Ja, het is hartstikke groot dit, de Forever 21. Wow. Vind je hem leuk, Thijs? Thijs denkt echt gewoon, oh nee. Gaan we nog even die hartjes proberen, maar ik denk dat ik deze wel eigenlijk leuk vind. Ja, oeh, de Bath and Body Work. €39. Oh, ja, normaal zijn deze kaarsen €24,95 en nu zijn ze maar €13,95. Dus we nemen er 3. Oh, erg. De same? Yeah! We gaan even eten bij de Cheesecake Factory. Kijk nou. Maar we gaan natuurlijk eerst even gewoon eten. En dan daarna het toetje. Ik heb volgens mij een voorgerecht, maar dit is voor mij al een hoofdgerecht. Want ik krijg het anders nooit. Op succes met je bord heen. Ja. Kijk nou. 1, oh my god, look at that big 2, cookie. 3. Ja, look at the big cookie. Wow. Succes, Thijs. Succes. We have a first timer here. We gaan naar Vegas, maar eerst donuts halen. Het is 6:15. Vroeg opgestaan. Nou, het is 6:30. Daar gaan we al aan de donut. Oké. We zijn nu bij zo'n car racing ding in Vegas. En we hebben net gereserveerd voor Thijs. Hij gaat donderdag rijden in een Porsche. Waarschijnlijk staat dat ding ergens hier, maar we mogen nu even, want we hebben een bandje allemaal om. Oh, lekker. En we mogen even rondkijken hier. Jeetje. Oh, wat ruikt dat? Zo! Zo sta je in een hotel in Las Vegas bij een pooltoernooi. Kijk hierachter. Wow, oh. En dan wordt hier gewoon een kraan ingericht. Het is alsof het zelf weer aan het werk zijn. Het is hilarisch. We moesten even helpen sjouwen. Het is de vriend van Joey, die staat hier. Lukt het allemaal, chef? Was ergens. Nou, we hebben de beste man even geholpen met het opzetten van zijn kraan. We hebben 2 tasjes. Thijs, wat heb jij gekregen? Dat hij daar gewerkt heeft. Geweldig. We staan in de rij in het hotel. En kijk, Monica zit in een wagentje. Even kijken. Holy shit, man. Oh, de tering. Oh, 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 oh. I got it on camera. Jezus. Oh, de televisie is al aan. Oh my god, Thijs. Holy shit. Wij nemen deze, want dan heeft Monica meer ruimte, maar hij lijkt echt hetzelfde. Wow. Oké, de kamer is echt groot. Die andere is nog groter, maar we hebben hier een badkamer. En hou je vast, het is meest hilarische, er is een televisie op de badkamer. Afstandsbediening erbij. Heerlijk. Nou, je kan in bad als je wil. Hier kunnen we poepen, plassen. En een douche, lekker. We zitten hier trouwens 2 dagen, dat komt helemaal goed. Nou, dan heb je hier de rest. Ach, daar ligt die. En dan komt het uitzicht, jongens. Oh, dat is toch leuk. Hier kan je zo zitten. Wacht. Hoppakee. Zo, en dan kan je kijken naar de Eiffeltoren. En daar beneden is nog een zwembad. Ik slaap niet, ik ga hier daar kijken. We gaan gewoon bij Gordon Ramsay hemzelf eten. Ja, ja, ja. Nou jongens, een echte Gordon Ramsay burger. Op een Gordon Ramsay bord. Tatjes, kijk dat ding rood zijn. Zo, we hebben wat leuks voor iemand bij de Coca-Cola store. Alleen maar M&M. Superveel. Oh kijk, achtbaan. Woe. Oei, daar komt ie.
Oké. Monika heeft boven het lampje aan. Waar zit ze nu? Goedemorgen naar Las Vegas. We zijn alweer om 7 uur, nou iets later opgestaan. Oh, we gaan het casino in, jongens. We gaan even een ontbijtje halen bij de Starbucks en dan gaan we naar de Grand Canyon. En misschien ga ik ziplinen. Ontbijt. En dit is mijn naam hier. Je ziet het. We gaan ziplinen. Ik heb een dingetje, dan kan ik het filmen, hoop ik. En Monica is gonna come with me. Again. Oh ja, you go again. Yeah. Second time. Oh. We moeten dadelijk naar die toren. En dan gaan we naar die en dan van die nog eentje. Seriously, that's it? Yeah, it's a 6.5 second fall. Oké, de eerste zit erop. Nou gaan we dadelijk al deze nog omhoog. Oh. Holy shit! Woo! Oh my god! Woo! Thank you. I did it! Yay! Met up with the SEMA lava field in Southern California. And this is just the outskirts. This is just ash and carbon that shoots. Dan gaan we eten, jongens, met uitzicht. Wauw. Zo vet. Oh! Oh, dat is ook hoog. Zo mooi. Dat is nog water. We hebben net genoemd dat dat chocomel is. We hebben net geleerd, als je water in de woestijn wil, moet je deze plant openen en er zit vocht in. Kan je gehydrateerd blijven. Onze gids Monica heeft dat net verteld. Oh, een short. Zo'n short voor het sporten. We zijn weer terug in de pool happening en de kraan zit helemaal op. En ik ga een short halen, want dat is gewoon leuk als aandenken. We gaan even gokken. Wij gaan eten bij Rainforest Café. Dat is leuk, als in de jungle. Oh ja, zielig. Ja. Yeah. Mijn drankje geeft gewoon licht. De storm. Oh. Dit moet ik opzien te krijgen. Ga je nog helpen? Nee, oké. Wat een verkrachting van het eten. Nou, maar het was wel je verjaardag, jongen. We gaan naar de oude strip. Dat is ook lachen. Dat is de meal. Ja, dat is gewoon voor jou zo. De mini burger. Ja hoor, Thijs gaat ook even gokken.